Hey, hallo. Hallo. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Eigenlijk beginnen we altijd vanaf de auto. Dat is ook niet leuk, hè? Nee. Toch is anders doen. Ja, zoals jullie zien op deze beelden, rijden we nu een terrein op. En het is het terrein van, zeg jij het maar? Zettenpark Sandoor. Ja, zwaar. Dat hadden de meeste mensen wel bekend voor, sommige mensen. Oh, denk ik wel, ja. Nou, we hadden even zin om hier naartoe te gaan. Want wij hebben een afspraak. Ja, even op bezoek. Op bezoek bij Timo en Peter, zonder Peter. Ja, dus alleen Timo. Alleen Timo. Nou kijk, hier is het bord. We moeten zo langs. Daar staat Timo. Ja, en wie zie ik daar nou? Kijk dan, onze verkeersregelaar. Hallo. Negatieve test zien? Hebben we niet meer. Oké, nou mag je door. Ja, kom maar. Super, hè? Mag ik daar parkeren? Ja, je mag gewoon de parkeerplaats op. Gaan we dat doen? Ik sta daar. Oh, hij stond daar ergens. Oh. Dan rijdt de boek die komt op. Nou, daar zijn we dan. Het mooiste park van Centerpark. Ik denk dat ze aan het verbouwen zijn, zo te horen. Buitenpark volgens mij. Dat mag ik hopen. Nou, onze auto staat daar. Daar. Maar we kregen even een uitnodiging. We mochten naar de T-Mobile. Ja. In de T-Mobile. Ja, in de T-Mobile. Ja, je mag er ook achteraan lopen. Kijk, in de T-Mobile. Want we gaan even op bezoek. Ja joh, heftig. Mogen we met de auto? Hij rijdt dit keer wel namelijk, dus tenzij het motorlampje midden op het park gaat branden, maar gaan we niet vanuit. Ja, laten we dat maar niet. Het park ligt trouwens daar zo, maar daar komen we straks al even op. We hebben geen gebak. Dat maakt helemaal niks uit. Nee? Nee. Mooi, het is alleen maar gezond hoor. We gaan! Kijk eens, we gaan het park naar binnen. Ja, dat kan heel makkelijk met een pasje, die heb ik achter mijn telefoon gepropt. Oh, en dan moet je telefoon te scannen en dan duurt het even 10 minuten, want het is Drenthe. Ja. Zo, we blazen bijna de motor op. Ja, ik moet gas geven. Ja, ben niet meer gewend, ik ben een automaat gewend inmiddels. Ja. Nee, dat was, ik heb nog nooit een automaat gereden. Kijk, ik zit in de... Nou, welkom op het mooiste park van Centerpark. Achter. Ik laat de mensen even wat zien hier. Doe dat. Kijk eens, zitten allemaal mooi van het zonnetje te genieten. Nou, je mag hier 15, maar zelfs in mijn 1 slaapt dan de auto af, denk ik. 1.0 motor. Je komt hier toch echt voor je rust, neem ik aan. Ja, dan moet je zeker een auto Voor het park nemen. Ik heb de drone ook mee, hè? Dus, Oh, top. Kijk, dat zijn mooie beelden. Ja, echt. Mijn vader, die kijkt er al uit. Wat zeg jij? Met de drone vliegen? Hij is een spraakmuts om. Gewoon lekker aan het genieten. Zijn jullie daar bij de kinderboerderij geweest? Ja, en toen kwam ik met hooikoorts thuis, dus daar kwam ik niet meer. Oké, dus dat ga je niet meer doen? Ja, jawel. Nee, je kunt zo binnendoor toch naar de parkplaats, hè? Ja, klopt. Ja, je kunt er daarheen wandelen, je kan er langs heen wandelen. Ja, nou, dat was... Via de hoofdingang. Dat was nog even de bedoeling. Ik denk dat de kijkers daar heel benieuwd naar zijn. Tuurlijk. Ja, de parkplaats is heel mooi, alleen het is heel simpel. Wij zijn ook op zand. Oh, hij is ook... Sorry. Hey. Trouwens, we zeiden net te vroeg. Ja, dus ik klap hem even in onze handen. En
We hebben geluid. Via de microfoon. Wauw, wat een magie. Ja, magie. Wat erg. Ik hang deze eventjes hier op. Zo, dan blijft het geluid ook wel een beetje goed. En wij gaan vliegen. Pas op voor de vingers. Pas op voor de vingers. Ik ben aan mijn schoenveters kwijt. Niemand. Zo in veters strikken. Ja, dat scheelt wel, ja. Van duct tape. En we gaan. Mensen, daar gaat hij dan. En jullie zien nu de dronebeelden. Nu. Daar komt hij weer, hè, Chris? Ja, daar is hij weer. We hebben geluid. Denk toch wel, hè? Ja. Ja, zoals het nu recht naar beneden staat, dan kun je met het gras halen zo. Nee, hij staat echt boven ons. Maar redelijk in het gras, moet ik zeggen. Wauw, dit is vlogmateriaal. Dit is content, hoor. Dat dacht ik niet, hè, Chappie. Hij wou inderdaad in het gras landen. Nee. Als we daar ergens in de kunst te home. Ja. Leuk droom, maar. Iets met een beetje heel veel wind. Ja, een klein beetje en een veel. Kleine drone. Ja, oh, ja, de mini, hè? De mini 2. Maar op zich, hij ging best wel lekker. Heerlijk. We hebben leuke beeldjes gemaakt. En die hebben jullie allemaal gezien. Maar er komen nog meer, want we gaan zo op het andere plekje mogen. Dus blijf lekker kijken. Hè, Chris? Ja. Voor meer beelden. Voor meer beelden. Ja, oh ja, we gaan dadelijk ook nog naar de Parkplaza. Voedsel chappen. Hey, wat doe ik nou? Nee, ik doe niks. Chris, waar zijn wij? En Timo, waar zijn wij? Wij zijn bij de kinderboerderij. Ja. Klopt dat? Nee. Op Zandoer. Nee, we staan ervoor. Ja, bij. Kijk eens, deze. Ja, bij. Ja, oké. Okay. Nou, ik vind het. Nou, er vloog net eentje voor mijn neus. Laatste keer toen wij hier waren, was hij volgens mij net nieuw. Jawel, wij waren ook bij de opening. Dat klopt, dat was hier dus. Dit is echt leuk. Ja. Is alleen zoveel te beleven nou, maar. Dat zat nog wel helemaal onder water, dat was toen. Nee, dat was toen niet helemaal onder water. Dat is aardig water, dat is voor de diers kunnen ze drinken. En hier kan je dan diertjes kijken, vooral zoeken. Die kip loopt hetzelfde als Timo net. Hé, hey, die kip liep hetzelfde als jou. Die liep met jou mee. Die liep met jou mee. Missen we dieren? Ja, ik denk dat die al naar Markedoom zijn. Dus laten we de... Ja,
We kunnen toch de dieren zien, alleen dan op een rond ding, op een bord noemen ze dat. Gegrild. Ik weet niet of ik dit erin hou. Tuurlijk wel. Wel doen? Ja. Oké. Okay. Oh. Nou, dan gaan we dat doen. Op naar de plaza. Ja. Of we gooien de drone nog even de lucht in. Dit was toch die nieuwe locatie wat jij zei, Chris? Nieuwe locatie, ja. Ik bedoel een nieuwe locatie. Voor de drone? Ja. De lucht in. Is dat de nieuwe locatie? Ja, dat is de nieuwe locatie. Nou, dan doen we dat hier even. Ja, deze dus. Onder de schaduw. In de schaduw, sorry. Ja, onder de boom zetten en dan vol naar boven. Dat kan ook. Ik denk gewoon hier. Nee, dat zou niet verder kunnen. Dat is een heel terras. Ja, maar... Ja? En een steiger. Oh, die steiger, die wil ik zien. Ja, kijk. Gaan we doen. Goeie oplossing. Zo, kijk eens waar wij nou zijn, Chris. Wij zijn hier bij de plaza. Yes. En we hebben hier de Summer Vibes tent. Nou, tenminste, daar lijkt hij dan op. Wel, de tent. De tent wel, de Summer Vibes zijn er waarschijnlijk niet. Die zijn weg. Wat zeg jij? Weg of niet? Ja, ik weet niet eens wat En is. Dit is nieuw. Dat, tenminste, ik ken dat zo niet hier van Park Sandoer. Nee, het is wel Summer Vibes. Ja, het is ook warm hier. Kijk, dit is ook mooi. Het terras met die glazen, dat ken ik ook nog niet, dat nieuwe terras. Nou, en ik zei net al, laten we dan nog eventjes de drone heel snel van boven alles bekijken. Ja. Nu doen? Zeg jij nu? Doe nu maar. Nu. Nee, ik wil het zeggen. Oh. Oh. Ik wil het zeggen. Nu. Oh, daar komt hij weer terug, hè? Dat waren die leuke, mooie droombeelden. Als het goed is, gaat hij nog landen waar ik heb ingesteld. Maar klopt dat? Klopt dat, Chris? Ja, dit klopte. Dit klopte. Nee, daar neemt het. Oh, daar. Ja. Waarom doe jij dat niet? Ready, Chris? Tijd om te eten. Hier valt iemand om. Ja, ik zat te trillen, man. Nee, lekker, man. Ik heb echt gedaan. Oh. Zo, welk restaurant had jij dan in gedachten?
Zal ik eerst deze? Oh ja, we gaan eerst naar het toilet en kijk eens mensen waar we nou zijn. Ja, daar kun je eten. Kijk eens. Dit is toch mooi, of niet dan? Hé, maar is dit niet mooi? Ik vind het heel mooi hier. Nou, ik vind het ook heel mooi. Ja, de muziek is bijna niet te zien. En een mooie vogeltjes die fluiten op de achtergrond. Nou, dan gaan we eerst even naar het toilet, komen we zo bij jullie terug. Tot zo. Hoe lang hebben wij gewacht? We hebben 6 over besteld, dat is nu 5 over. Een uur dus. Bijna een uur. Ja, dan zeg ik toch maar iets van. Het is ook koud. Zo, Chris, heb jij lekker gegeten? Ja, op zich wel, ja. Lang wachten, maar... Maar het komt beter. Het komt beter. Ja, oké. Okay. Dat was het eten weer voor vandaag. Heb jij lekker gegeten? Om heel eerlijk te zijn, nee. Nee, ja, ook niet eigenlijk. En jij, Chris? Nou, het viel veel mee, maar... Maar er was zo'n lange wachttijd dat het eten eigenlijk ook niet meer zo lekker was. We hebben trouwens 59 minuten gewacht. Nee, maar wat wel leuk is, zijn deze dingen allemaal... Dat ze mooi vernieuwd hebben, zoals dit hier. Hier hebben ze zelfs een pizza company ingebouwd. Vind ik ook leuk. Die Snack and Go, die heet nou ook anders, heette vroeger anders. Die heet nou Snack and Go. Dat Go moet je weglaten. Ja, ik wou net zeggen, dat is lekker weet. Maar deze hier is wel leuk. Zullen we hier zo heen lopen? Laten we maar doen. Kijk, deze is leuk. Hij zit te zingen, daar hou ik niet van. Kijk, hondjes mogen hier ook naar binnen. Ja. En je wou ook nog naar de bowling, zei je? Ja, die zit daar. Ja, ik loop hier wel even overheen. Daar is de ruikstraat. Oh, kijk dan, hier dan. Ja, dan denk ik van de kippen. Die slaan op hol. Kippen? Ja, wat zijn dit? Nee, dat zijn denk ik geen kippetjes. Nou ja, gaat er met het idee. Gaat er met het idee. En dan hebben we daar nog de beach house. Ja. Nou, volgens mij hadden we die beter kunnen kiezen. Achteraf misschien wel, daar zit ik bijna genoeg. En daar hebben ze heel veel bediening? Ja, daar wel overdosis. Maar daar hebben we de vorige keer met veel bediening ook lang moeten wachten. Oké. Okay. En die dan misschien dan? Hadden we daar misschien kunnen eten? Ja, deze bedoel ik dan, voor jullie begrippen. Dat is de Grill Company. Ik zal even mijn portemonnee zoeken. Oh, die is wel heel zwaar. Nou ja, dat oh ja, dat, was, dat was 30 euro of zoiets. PP. Ja, per persoon. Ja. Oké, okay, maar die kreeg wel heel veel, hè? Ja. Nou, genoeg keuzes. In de Grill Company bent u zelf de chef. Het menu. Ja. En je hoeft niet te wachten. Nee, je moet zelf maken. Ja. En dan hier de bowlingbaan. Bowlingbar is dit. Bar. En de ijsbar is dicht. Ijsbar. Hallo. Deze ziet er wel leuk uit. Ja. En onze favoriet... House of Game Town. Daar heb ik echt zo'n hekel aan. Echt waar? Ja, daar heb ik helemaal niks mee. Oh, ik heb je heel vaak gezien met Peter in zo'n ding. Ja, Peter vindt het gewoon. Oh, zo. Maar ik vind het niks. Dat is wel leuk. Nee, we hebben zelfs zo'n pasje nu, hè. Oh ja. Ja. Ja, niet bij ons, maar we hebben hem wel. De Game Town. Nee, dat zijn spinnenvangen, hou Chris. Dit is de 18 plus. Oh, oh. Sorry. Ja, knip er, hè? Ja. Wacht. Hier kun je nog. Deze kant op. En dan gaan we naar het. Ingang van het zwembad. Dat is heel interessant. Ja. Maar niet echt. Moet je er. Nee, doe maar niet. Nee, het zijn kleedhokjes. En dan kun je hier ook nog fitnessen. Ze hebben hier wel overal aan gedacht. Ze hebben dat zelfs naar buiten gedragen. Ja. Squashen. Ja. Squashen, precies. En hier is het echte fitness gebeuren. Dienst bij Adem. En dit is dan de zaal. Ja, en het is nou wel dicht. Ja. Ja. Wat is er nog te doen? Nou, in ieder geval, er is dus heel veel te doen hier. Ja, maar minder dan overal. Ja, dat minder is waar. Dan ja, ja, en het, ja. Wil het er ja. niet over hebben? Nee.
zullen het er niet over hebben. Maar voor de rest is het een hartstikke mooi park. Ik wou niet zeggen, mooi is het zeker. Ja, dus daar laten we het op. Ja, je krijgt wel voor wat je betaalt. Ja, dat sowieso. Dat is prima hier. Ja, dat zit wel snel. En binnenkort komt er nog een leuke vlog. Ja. En daar gaat Chris ook filmen, als ik het goed heb. Ja, zo is wel, ja. Dus dan krijgen we eigenlijk, ik maak dan een vlogje en Chris maakt zijn eigen vlog. Oh, jullie doen het beide? Ja, hey. Niet gek worden. Want wij doen hem dan een samen vlog, zeg maar weer, zoiets. Ja, en Chris, ja, die pakt hem, ja, die zal ons ook wel filmen, denk ik. Oh, maar die zal ons wel weer alleen filmen. En dan is iedereen natuurlijk benieuwd wat we doen. Nou, oh, het kanaal in de gaten, hè? Of je kijkt dit. Dit wordt hem. Welcome to my crib. Oh, je hebt een nieuwe gevonden. Laatst had je nog een heel mooi huisje. Ja, mooi, hè? Ja, maar hou het kanaal in de gaten wanneer dat online komt. Ja, maar je stond er vast al op, hoor. Nee. Zo, en dan gaan we weer die parkcentrum uit, hoor. Ik wou het weer bijna verkeerd zeggen. Ja, hoor, het staat er echt op. En we gaan naar buiten toe en dan regent het wel of regent het niet? Ik denk het nog net niet, maar in ieder geval, we zijn weer buiten. Hola die, we zijn buiten. Ah. Na 3,5 uur wachten. Ja, zijn we eindelijk buiten. Eindelijk weer outside. Wij moeten die kant op, hè? Ja. Ja. Kijk, dit is heb misschien. Heb je de zwanenbeuk zo in beeld gebracht? Ja, nu dus. Ja. Die daar achterin. Dan zie je ook een beetje het mooie terras, hè? Dus, ja. Wat zeg jij, Chris? Zie je ook een beetje het mooie terras, hè? Het is wel een beetje een mooi terras, ja. Dus, ja, ik vind het, ja, ik vind het best wel ideaal om te zien zo. Kun je best goed vertoeven. Ja. En die gaan een duik nemen, daar. Die jongens gaat zo omweer, we zijn er klaar mee. Ja. Oh, die heb je dan de laatste twee. Je begint aan die kant en hier zijn de laatste twee. Ja, dat weten ze van onze vorige vlog. Oh. Dat dit de laatste zijn. Je begint erachter. Je begint erachter. Die vlog is al zo lang geleden. Dat is waar. Dat klopt helemaal. 2015. Ik vind deze steiger een heel mooi puntje om een vlogje af te sluiten. Ja. Dat is de goed van. Nee, je moet het huis nog laten zien. Die krijgen ze als toegift na de afsluiting. Ja, je was bijna vergeten. Ja, nee. Zeg maar eerlijk. Dus, mensen, dit was hem dan weer. Willen jullie er ook op of niet? Ja, zeker. Dus ik was onderweg. Ja, dus dit was hem dan weer. Ja. Oh, dat is een schelp. Abonneer ook op deze. Timo, staat in de beschrijving. En abonneer ook op Chris' kanaal. Ja. Chris begint ook Chris Vlogt als kanaal. Oh, toch wel? Ja, hij wil hem ook als kanaal. Oh, dat heb je net besloten. Ik heb hem als kanaal. Heb je net besloten? Ik heb hem als kanaal. Ik wil abonneer bij jou. Oh, kijk, dat is mooi. Dat wil ik zo meteen ook. Ja, mooi. Dus, maar ja. We hadden het er dus net over. En ik zeg van, hey, heb je ook een kanaal? Nee, Chris doet het gewoon op AMS-log. Echt 10 minuten later. Ik heb ook een eigen kanaal. Oh, oké. Nou, dat wordt eruit geknipt, weet ik maar, nee, dat wordt niet eruit geknipt. Oh, ik knip er bijna niks meer eruit. Hoe vonden jullie de f***'ers? Dus ik zeg gewoon abonneren. Duimpje omhoog. Laat weten wat je ervan vindt. Ook inderdaad. Van alle droombeelden die wij gemaakt hebben. Die nu ook nog komen toen als auto. Misschien komen het er nog als een outro, maar hij zei net ik moest dat huisje nog doen. Dus ja, dat wordt dan. Kunnen we dan weer achter de droombeelden gooien? Blijf gewoon kijken tot de film ophoudt. Er komt nog heel veel, maar we maken alvast midden in de video de outro. Maar weet je wat ik wel al doe? Tot de volgende video! Doei! Ik heb een idee. En dat is... Een lampje boven me branden. Oh! Op naar dat huisje! Dat huisje is wel lang lopen. Ja, hey, ik stelde nog voor, moeten we met de T-mobiel? Nee, dat spaart benzine, hè. Weet je wat die korte stukjes allemaal kosten? Ja, nou, ik kan maar 800 kilometer op de volle tank. Ja, maar niet als je steeds maar korte stukjes rijdt. Ja, nou, ik moet er twee naar huis nemen. Ga je dat redden? Nee. Natuurlijk, het gaat 800 kilometer van hier naar huis. Ja, dat gevoel het ligt eraan of je via Duitsland gaat. Ja, en ik rijd zo via Polen en dan rijd ik zo terug via Denemarken, Noorwegen en dan rijd ik zo in één keer door. Ja. Ja.
Gewoon doen. Ik heb het wel zuinig. Rijk ook gewoon over de autobaan, rijk 80. Ja, dan is hij het zuinigst. Ja. Nou, we zitten hier bij Max Verstappen in de auto. We zullen het niet. Nee, helaas konden wij even het huisje niet in beeld brengen, want er waren mensen die niet in beeld wouden. Maar dat maakt ook niet uit. Misschien een volgende keer, wie weet. Maar in ieder geval, we zitten hier in de T-Mobile. Lekker. Ja, in de T-Mobile, zei ik. Ja, de T-Mobile. Ja, oh, rustig. Die hebben we ook met de drone gefilmd, bedoel ik. Ja, die zit er ook met de drone op. Gefilmd of gefotografeerd, dat maakt niet uit. Maar in ieder geval, ik wil zeggen, tot de volgende video. Tot de volgende. Doei. Doei. Abonneer op mij. Abonneer op iedereen die hieronder in de beschrijving staat. Doei. Ciao.